Yo mensen, welkom bij deze nieuwe FIFA 21 FC Barcelona Career Mode. In deze aflevering hebben we een wedstrijd in de Champions League en we hebben weer wedstrijden in de La Liga. We gaan best wel lekker, we gingen twee afleveringen geleden best wel slecht. We hebben echt heel veel punten laten liggen en ook best wel veel verloren. Maar in de vorige aflevering gingen we al gelijk een stuk beter en hebben we al gelijk veel meer gewonnen. Je ziet bijvoorbeeld 0-2 gewonnen tegen Elche, 4-0 gewonnen tegen Real Sociedad. De maand daarvoor hebben we ook nog gewonnen tegen Juventus in de Champions League. En verder ook nog 0-5 tegen Valencia. Maar in deze aflevering hebben wij dus best wel wat wedstrijden. En dit zijn niet echt topwedstrijden, maar het zijn ook geen clubs waarvan je denkt van ja, die simuleren we wel even heel snel. Dus wat we gaan doen, nou, we gaan eigenlijk met alle vier deze wedstrijden die we hier zien, dus Molde, Villarreal, Getafe en Atletico Bilbao, ga ik ze alle vier simuleren gewoon op de nieuwe simulatiemethode, gewoon het nieuwe systeem. En dan, ja, stel mocht het fout gaan, we komen ineens achter te staan, dan kunnen we er natuurlijk inspringen. En dan kunnen wij er zelf weer voor zorgen dat we misschien die voorsprong weer pakken. Dus dat gaan we doen. In de maand daarop hebben we weer een wedstrijd tegen Molde in de Champions League. Dan ga ik het... Ja, misschien dat ik die wel ga spelen. Het is wel een uitwedstrijd, dus ik denk dat ik die wel ga spelen. En dan kijk ik daar nog wel of we ook nog even deze wedstrijd gaan doen. Maar dat denk ik niet. Ik denk dat we dan wel alweer klaar zijn met de aflevering. Dus best wel veel wedstrijden totaal. Dus 5 wedstrijden en 4 simulatiewedstrijden. Als eerst dus de wedstrijd tegen Molde FK. En de opstelling heb ik die al klaargezet. Dus even kijken. Ja, ik denk dat ik hem wel heb klaargezet. Todibo in de basis. Fabian in de basis. Griezmann in de spits. En dan P3 even linksbuiten. Dus met dit team gaan de wedstrijd in tegen Molde FK. Dan ga ik er nu heen. Dan gaan we simuleren en dan zie ik jullie zo. Oké, hier gaan we dan. En hier rechts zien we dan een beetje een paar spelers van Molde. Maar echt gewoon helemaal geen bekende. Ik zie gewoon niemand die ik ken. Maar ja, Molde is niet echt een goed team. Maar wij dus wel gewoon met Messi, Kevin de Bruyne, Frenkie de Jong. Dus we moeten dit gewoon gaan winnen. We spelen ook nog eens thuis. Dus ik verwacht gewoon dat we 3 punten gaan pakken. Dat het een mooie wedstrijd gaat worden. En dat we misschien wel iets met 4-5-0 gaan winnen. Hier is, het staat alweer jongens, het staat gelijk 1-0. Frenkie de Jong met het doelpunt in de 8e minuut. Dus dit is echt een hele lekkere start van de wedstrijd. En het staat 1-1 jongens. We staan in één keer weer gelijk tegen Molde. Ik ga er nu nog niet gelijk in springen, want ik verwacht dat mijn team het nog wel goed kan maken. Maar stel we staan in de 60e minuut ongeveer nog steeds 1-1, dan ga ik er denk ik wel in. Oké, Molde heeft nu net een corner gehad. Net is ook een hele grote kans. En ze zijn nu nog steeds op de aanval. Oké, lekker. Mijn verdediging weet die bal om te scheppen. Nu zijn we op de aanval. We blijven nog heel even kijken naar deze aanval. En dan ga ik er daarna wel in. Als dit dan iets kan worden in ieder geval. Want ze lijken alweer ten einde met de aanval. Nou, oké, ze proberen nog wel wat. Gaat er nog wat van gebeuren? Ja, wat ik denk. Nou, oké, ja. De bal is alweer verloren. Wat ik nu gewoon ga doen is wedstrijd inspringen. Of nou hier. Oeh, een hele goede kans hier. Maar de keeper met de redding. Ik ga er snel inspringen als dat nog kan. De corner wordt genomen. Maar we kunnen nog die bal proberen te koppen met iemand. Dus we gaan gewoon gelijk proberen. Als we nu gelijk zouden kunnen scoren. Nou, oké, dat kan dus in ieder geval niet. We gaan nu gewoon even spelen. En ja, misschien dat we die voorsprong nog kunnen pakken. Dat moet eigenlijk wel lukken. Want we zijn echt zoveel beter dan Molde. Oké, hier een goede paas van P3 na het Bruyne, Kevin de Bruyne. Een schot en dan weer een keer met een hele goede renning. Oké, dit had Kevin de Bruyne er eigenlijk wel in mogen schieten. Oké, we zijn niet opnieuw op de aanval. Nu met Griezmann hier voorgeeft op P3. En P3 moet dit toch scoren. Hij kopt hem en dan kopt hij hem over. Oké, hier een hele lekkere paas. En nu Kevin de Bruyne schieten. En weer de keeper. Wat een redding. Oké, we zitten in de extra tijd van de wedstrijd en hier is Molde op de aanval. We zijn hier met Alba, hier is een speler van Molde. Nou, die bal veroverde, maar het is een corner voor hun. En ja, ik denk niet dat wij nu nog die voorsprong kunnen gaan pakken. We hebben nog een paar seconden, Molde dus met de bal hier met de corner. En ja, die gaan ze nu nemen en ik denk dat ze die bal hebben weggehaald. Dat wordt afgefloten. Nou, Messi hier met de bal en ja, hij kan denk ik een stukje erin en dan gaat er afgefloten worden. Misschien nog doorgeven. Ja, oké, er wordt dus afgefloten. We spelen 1-1 gelijk tegen Molde. Echt, FC dus. Hoe kan dit in vredesnaam gebeuren? We zijn zoveel beter dan Molde. Molde heeft gewoon echt alleen maar slechte spelers. Ze kennen er geen één. Wij hebben nog steeds gewoon Messi in de basis staan. Kevin de Bruyne. Maar alsnog spelen we dus gelijk. En ja, dit is heel erg verrassend en eigenlijk ook heel erg slecht. En tot nu toe vind ik die simulaties best wel tegenvallen, want... Er gebeurt eigenlijk altijd wel iets raars. Ik heb nu best wel veel wedstrijden gesimuleerd en elke keer komen we op achterstand. Of komen we op gelijkspel. En het is niet echt vaak dat wij gewoon echt gewoon ons goede spel laten zien. Dat we gewoon overduidelijk winnen ofzo. Maar ja, zo wel mij liggen. In ieder geval, we spelen dus 1-1 tegen Molde. Gelukkig hebben we al 6 punten uit 2 wedstrijden. Nu dus 7 punten uit 3 wedstrijden. En binnenkort de return tegen Molde. En daar gaan we ze wel gewoon helemaal slopen. Ik heb hier opnieuw een scoutverslag gekregen en het zijn 6 spelers. Als dus hebben we iemand met 94 potentie, dat is wel heel erg hoog. 87, die laten we gaan. 94 is ook heel erg hoog.
Nog een 94 en hier dan een 91. Ja, we hebben echt heel veel goede spelers. Ik denk dat ik ze allemaal gewoon lekker ga contracteren. En als ik later merk in het selectiescherm of in mijn jeugdteam dat ze minder goed worden, dat de potentie dus omlaag gaat, dan ga ik dat natuurlijk doen. Want dat kan ik natuurlijk aanpassen. Ik ga even zien naar de jeugdafdeling. Hier hebben we nu best wel veel spelers staan. Gewoon een paar spelers die al van het begin stonden. Dat zijn, eens even kijken. Jablonski, die had ik al vanaf het begin. Ik had Bello vanaf het begin. En verder nog iemand. Nou, oké, dat was er dus. Die twee had ik eerst nog veel meer, maar die heb ik allemaal laten gaan. Maar ik heb dus ook een Spaanse scout ingehuurd die gewoon op zoek gaat naar een Spaanse speler. We hebben best wel wat goede spelers gevonden. Dus ik ga nu weer van even elke kijken welke positie voorin het beste is. En ik ga gewoon even wat goede ontwikkelingsplannen erbij toevoegen. En dan hebben we binnenkort hopelijk weer even een paar hele goede talenten erbij. En stel, iemand mocht na 2 weken echt gewoon heel erg slecht worden. Heeft een potentie van maximaal 80 of zo. Dan laat ik hem gaan. Met Salinas is het ook al hard omlaag gegaan. 77. Maar ik wacht nog heel even. Want ik ben er een verdediger van aan het maken. En misschien dat het dan wel weer omhoog gaat. We hebben nu de wedstrijd tegen Villarreal. En Villarreal staat momenteel 7e. Wij zijn 3e. Dus we zijn best wel weer lekker omhoog gegaan in de ranglijst. We staan nog wel, even kijken, 6 punten onder Atletico en 6 punten onder Real Madrid. Dus ja, we moeten nog sowieso doorgaan met blijven winnen. We moeten nog zoveel mogelijk punten gaan pakken. Memphis Depay staat wel bovenaan in de topscorerlijst. Dus dat gaat wel heel erg lekker. Verder zie ik geen andere spelers van Barcelona. Maar die komen misschien later wel. In ieder geval, Memphis Depay staat eerste. Dat is sowieso hartstikke mooi. Nu de wedstrijd tegen Villarreal. En de opstelling heb ik klaargezet. Dat is dit. De Depay in de spits, Griezmann links, Trincao rechts en Bruyne in het midden. Messi dus op de bank, want hierna hebben we ook alweer een wedstrijd tegen Bilbao. Of nee, eerst tegen Getafe, daarna Bilbao. Maar ja, we hebben sowieso maar 2 dagen rust en ik dacht, Messi laat ik dan heel even rusten. Verder heb ik Firpo even linksback gezet. En voor de rest gewoon, ja, eigenlijk de normale opstelling. Maar met dit team gaan we dan de wedstrijd in tegen Villarreal en die wedstrijd gaan we natuurlijk simuleren. Oké, hier gaan we dan. Wel met dat wissel, dus Messi op de bank. Dus hopelijk gaat het goed. En hopelijk hoef ik er niet weer in te springen, zoals dus tegen Molde. Hopelijk kan mijn team het gewoon zelf. Verder heeft Villarreal ook al wat goede spelers. We hebben natuurlijk Chukwueze, een rechtshalf met best wel veel talent. Verder natuurlijk Parejo, Bakka is denk ik niet meer zo heel goed. En op doel is Asensio. Was eigenlijk ook wel een goede keeper. Ik dacht 82 rating of zo. Maar in ieder geval, ik verwacht gewoon dat we deze wedstrijd ook weer gaan winnen. We hebben sowieso een beter team dan Villarreal. En we moeten dan ook gewoon gaan winnen met, ja, misschien 2-0, 3-0 of zo. We gaan het zien. En mocht het dus weer fout gaan, ja, dan moet ik er weer in. En hier staan we gewoon 1-0 achter. Ja, we moeten er maar weer in, hè, jongens. Het is weer zover. Echt elke simulatie gewoon weer, hè. Het gaat eigenlijk, het lukt gewoon nooit met die simulaties. Het is voor mij misschien 1 keer gebeurd dat... Ja, dat mijn team gewoon kon winnen uit de simulatie, maar voor de rest moet ik het elke keer maar weer opnieuw in. Want mijn team kan het gewoon echt voor gaan meten zonder die simulatie. Geen idee hoe dat komt. Misschien ligt het aan de, ja, aan de custom tactics en zo, dat FIFA dat niet goed vindt of zo. Maar ja, in ieder geval, wij gaan wel even laten zien dat dit wel goede custom tactics zijn. Misschien gelijk met Memphis Depay hier gewoon het schot plaatsen. Oeh, die ging naast. Die leek het heel even in te gaan. We gaan nu de 2e helft in en zijn nog steeds 0-1 voor Villarreal. Dus we moeten nog even doorgaan. En ik hoop dat we heel snel die gelijkmaker kunnen gaan pakken. Want we willen natuurlijk ook doorgaan voor die voorsprong. Want we willen gewoon weer 3 punten mee naar huis nemen. Oké, dit is lekker gedaan, jongens. Oké, nu zijn we 1 op 1 met het doelman. Memphis schieten lekker, jongens. We staan weer 1-1. In de 57e minuut. Dus het is op zich best wel vroeg genoeg. Want we hebben nu nog best wel veel tijd om die voorsprong te gaan pakken. Maar dit was echt een lekkere aanval. Hier zien we dus Memphis Depay, Kevin de Bruyne, Stefan de Vrij en Griezmann. Wat de gasten zijn het ook, hè, jongens. Ja, als je deze 4 in je team hebt, dan zijn we onverslaanbaar. Even kijken. Nou, dit was gewoon een goede aanval. Goede passes van de Bruyne naar Memphis Depay. Memphis Depay. Of nou, ik weet niet eens of Kevin de Bruyne die bal bij hem gaf. Maar dat maakt niet uit. In ieder geval, Memphis stond dus heel erg lekker. 1-1 met de doelman. Ziet hem daarna mooi die hoek in. En dan staan we nu dus weer 1-1. En we gaan natuurlijk door voor die voorsprong. Lekker jongen, Kevin de Bruyne. Oké, nu schieten en dit moet dan het doelpunt worden. Lekker jongens, wat lekker. We staan weer voor in de 67e minuut en ik ga door. Ik ga niet weer simuleren, want dan zie ik het eigenlijk wel weer gebeuren. Dat Villarreal opnieuw scoort en dat we dan weer gelijk staan. Maar dit was echt een hele lekkere aanval. En eigenlijk heeft Kevin de Bruyne dit grotendeels alleen gedaan. Alleen een passie van Griezmann tussendoor nog. Maar hij was eerst al die bal verloren. Daarna wist hij hem weer opnieuw te pakken. Nu legde hij hem af op Griezmann. Griezmann paste hem weer terug op de Bruyne. Hij werd weer een beetje tegenhouden. Was nog goed die bal bij zich en uiteindelijk scoort hij dan ook nog. En dan staan we nu gewoon 2-1 voor tegen Villarreal. Dus echt heel erg lekker. Hele lekkere passie naar Memphis Depay. Kan je opnieuw scoren, jongen? Kan je de 2e erin schieten? Dat kan hij natuurlijk.
Memphis Depay met alweer zijn tweede. En ja, we zijn nu 3-1 voor de 81ste minuut. Dus deze wedstrijd winnen we sowieso wel. Maar Memphis Depay gaat zo ongelooflijk lekker. Hij staat dus bovenaan in de topscorerlijst zoals ik net liet zien. En nu scoorde hij dus weer 2 keer in 1 wedstrijd. Dus hij gaat echt super lekker. En ik ben nog aan het begin van het seizoen. Dus dat ik echt aan het twijfelen om wie ik nou moest halen. Memphis Depay, Martinez. Moest ik toch voor Bernardo Silva gaan en Messi in de spits. Maar uiteindelijk hebben we toch gekozen voor Memphis Depay. En hij doet het echt hartstikke lekker. Dus tot nu toe is het sowieso echt een geslaagde transfer. Oké, we zitten in de extra tijd van de wedstrijd in de 91ste minuut. We staan dus 3-1 voor en we hebben onszelf echt heel erg lekker teruggeklonken. We stonden dus 1-0 achter toen we aan het simuleren waren. Toen dacht ik gewoon, ja, we moeten erin, want die simulatie gaat gewoon weer niet goed zoals eigenlijk altijd. En uiteindelijk scoren we 3 keer en dan winnen we met 3-1. En dan pakken we dus opnieuw 3 punten. Dus ja, het gaat best wel lekker. We gaan nu toch wel weer lekker in de La Liga. Het ging echt heel erg slecht. We begonnen super slecht. Maar we zijn toch wel weer lekker aan het terugkomen. We hebben nu dan de wedstrijd tegen Getafe. En Getafe zijn momenteel 7e. En net zoals Villarreal nog 7e. Dus ik denk dat die dus omlaag zijn gegaan. Omdat ze hebben verloren tegen ons. Ja, ze staan nu momenteel 19e dus. Maar ja, wij moeten nu dus tegen Getafe. Die staan 7e. Wij staan momenteel 3e met 19 punten. We zijn 3 punten ingelopen op Atletico Madrid. Dus dat gaat wel heel erg lekker. Real Madrid heeft wel gewoon gewonnen. Maar ja, Getafe is wel een lastig team altijd. Ook als ze heel live spelen. Maar dit is natuurlijk FIFA. En in FIFA zullen ze wat anders spelen. De opstelling heb ik ook weer klaargezet. En dit is gewoon de opstelling waarmee ik het liefst speel. De Pijn de spits, links Fati, rechts Messi, De Bruyne in het midden, De Jong, Pjanic, Stefan de Vrij en Lenglen in de centrale verdediging, rechts Roberto en links Alba. Met dit team gaan we dus een wedstrijd in tegen Getafe en ook deze wedstrijd gaan we simuleren. En dan ga ik er nu heen in de circulitaar. Oké, hier gaan we dan spelen. Dus wel uit bij Getafe, maar alsnog denk ik dat het gewoon goed moet komen. Hier hebben we iets rechts of links zien we wat spelers hebben. Bijvoorbeeld Gene of Jenna. Op zich wel een goede verdediger. Gibbs zie ik hier. Maximovic. En verder niet echt bekende spelers. Dus ze zijn denk ik niet met hun beste team. Want je hebt ook nog een speler bij Getafe. Namelijk Cucu Rella of zoiets. Die speelde bij Barcelona. Maar die is dus naar Getafe gegaan. En die had best wel veel potentie. Maar die zie ik dus niet in de basis staan. Terwijl hij daar wel speelt, dacht ik. Of hij zal weer verkocht. Dat zou ook kunnen. Maar dat denk ik niet eerlijk gezegd. Maar ja, ik hoop natuurlijk dat mijn team het gewoon zelf kan. Dat we er niet weer in hoeven te springen. Zoals dus in de vorige wedstrijd tegen Villarreal. En ja, ook in de vorige wedstrijd. Ja, dat was gewoon tegen Villarreal. Maar in ieder geval, ik hoop gewoon dat we het goed gaan doen. En dat we er dus er niet in hoeven te springen zoals ik net zei. Oké, hier zie ik dat Barça op de aanval is. En De Bruyne ging echt super ver. Hij rende echt, ja, hij was bijna gewoon even met de doelman. Maar alsnog wist hij niet te scoren. Ik denk dat het een verdediger was die hem onderschepte. Maar hier zijn ze nog steeds op de aanval. Schieten en die zit erin. Lekker jongens. Messi met het doelpunt. Echt een heerlijk doelpunt. Dus we staan nu 0-1 voor de Getafe. Oké, het is hier een penalty. Ja, we gaan erin springen. Misschien kunnen we hem houden. Getafe dus met de penalty. Nou, 3, 2, 1, go. Begin maar. Mata gaat hem nemen. Ik denk dat hij hem rechts gaat schieten. En we houden hem. Lekker jongens, we houden hem. Oké, we gaan weer terug de simulatie in. Want ik wou alleen even die penalty stoppen. En het staat hier 2-0. Lekker jongens, doelpunt van Kevin De Bruyne. En deze wedstrijd, ja, die gaan we denk ik wel winnen. Zo ziet het er in ieder geval wel naar uit. Oké, hier opnieuw een doelpunt. Het is 0-3. Wie is het? Het is Memphis. Maar die heeft ook nog even het doelpuntje meegepakt. En ja, de wedstrijd is 100% zeker binnen nog 2 minuten. En dan zit de wedstrijd erop. En dan winnen we dus lekker met 0-3. Oké, dat kan elk moment worden afgefloten en dan winnen we dus met 0-3. Ja, er is afgefloten 0-3 gewonnen dus. En we hebben echt lekker gespeeld. Ik heb eigenlijk een beetje de hele wedstrijd een beetje gekeken. We hadden veel meer balbezit, ook meer schoten dus en evenveel kans op doel. Maar we winnen dus met 0-3 door doelpunten van Kevin De Bruyne, Memphis Depay en Messi. En dan pakken we echt 3 hele lekkere punten. We hebben nu de wedstrijd tegen Athletic Bilbao en deze wedstrijd ga ik gewoon simuleren. Ik ga hem gewoon snel simuleren, want ik verwacht gewoon dat we gaan winnen. We spelen thuis, dus ja, het moet gewoon gaan lukken. De opstelling staat ook natuurlijk weer klaar en ik heb het gewoon precies zo gehad als de vorige wedstrijd. Gewoon mijn favoriete basisspelers. De aanval is gewoon precies hetzelfde met Fati links, Messi rechts. Gewoon iedereen. Dus met dit team gaan we de wedstrijd simuleren tegen Athletic Bilbao. Ze staan 14e, wij zijn nog steeds 13e, nog steeds 3 punten achter Atletico en 6 punten achter Real Madrid. En wel 3 punten voor op Sevilla, dus het gaat best wel lekker. Maar we gaan hem dan simuleren en ja, ik verwacht dus gewoon dat we gaan winnen. Hun zijn 14e, ze doen het niet super lekker. Hier zien we een beetje hun team. We zien in de spits, Williams is gewoon echt een goede spits. Verder wat spelers, Paulista, Bersic is op zich wel een goede linksback. Maar voor de rest niet echt topspelers ofzo. Dus we gaan hem snel simuleren en dan gaat de resultaat hier elk moment komen te staan. En dan ben ik benieuwd wat hebben we gespeeld. 1-0 gewonnen. Oké, 1-0 gewonnen is prima. Hoeveel zijn minuut? 4e minuut is er gescoord. Nou, nog wel helemaal niet meer. Dus gewoon echt letterlijk aan het begin van de wedstrijd. Maar ja, dat maakt niet uit. We hebben tenminste gewonnen. We hebben 3 punten gepakt. En daar draait het natuurlijk om. We hebben straks ook een wedstrijd in de Champions League. Dat is opnieuw tegen Molde. En dus dat gaan we natuurlijk wel even spelen. Want we hebben dus, even kijken, gelijk gespeeld tegen met 1-1.
heel erg laat eigenlijk, want we zijn gewoon echt vele malen beter. En alsnog speelden we gelijk. Maar deze wedstrijd gaan we dan wel zien. Maar deze hebben we ook pas 3 punten, zie ik nu. Juventus 2, dat is op zich best wel logisch. En wij dan eerst met 7 punten. Maar dus de wedstrijd tegen Molde, we spelen nu uit. Deze wedstrijd ga ik dan wel echt spelen. Ik ga hier gewoon echt heen. En ja, stel we zijn op een gegeven moment 3-0 voor in de 60ste minuut of zoiets, ik zeg maar wat. Ja, dan kunnen we gewoon weer lekker simuleren. We krijgen hier een verslag, een jeugdteam update of zo. Nou, ik ga hier niet heel veel aan doen. Ik heb dit echt letterlijk een zogenaamde FIFA week hiervoor nog aangepast. Want toen waren al deze spelers nieuw gekomen. Dus ga ik er nu niet per se iets aan veranderen. Bello gaat wel echt super lekker. 10 rating is hij omhoog gegaan. En zelf gaat voor Jablonski. Nou, hij was 64 rating toen hij kwam. Nu 65 rating. Nou, hij heeft ook echt een potentie tussen de 85 en 94. Dus hij gaat sowieso goed worden. Misschien dat ik er een spits van kan maken. Maar dan wordt het echt gewoon een nieuwe Lewandowski. Maar CM is ook wel goed, denk ik. En ja, CM is ook wel echt wel goed hoor. Voor het Polen. Even kijken, kunnen we die nog wat aanpassen? Ik denk dat we het zo even laten. Nou, hij wordt over 2 weken alweer 66, denk ik. Maar wat als ik er een CM of een spits van maak? Wat zal er dan veranderen? Of hoe lang zal dat in ieder geval duren dan? Naar CA duurt het 48 weken. Dat duurt heel erg lang. En naar spits duurt het 87. Ja, dat duurt veel te lang. Dat ga ik niet doen. Dan laat ik het maar lekker een CRM. In ieder geval, we hebben best wel veel talentvolle spelers. Ook al die nieuwe. Dus uit Spanje niet allemaal zijn gekomen. Maar mocht die potentie wat lager worden. Ja, dan kan ik ze altijd weer verwijderen. Bijvoorbeeld hier Salinas 76 rating. Maar ik hou hem nog heel eventjes. Maar wordt het nog slechter? Of gaat hij te langzaam omhoog? Dan laat ik het gewoon lekker zo. We gaan er zo meteen de wedstrijd in tegen Molde. Ik ga nu even verder simuleren totdat we de dag hebben van die wedstrijd. Dan zet ik de opstelling klaar. Dan laat ik die zien. En dan gaan we daarna de wedstrijd in. We zijn nu dan aangekomen bij de wedstrijd tegen Molde. En ja, we hadden dus al de andere wedstrijd gespeeld. Toen hadden we gelijk gespeeld toen we thuis speelden. Maar nu spelen we dus uit en we moeten wel echt gaan winnen. Want Molde is helemaal niet zo goed. En eigenlijk hadden we die andere wedstrijd ook gewoon moeten winnen. Maar ja, mijn team was blijkbaar niet goed genoeg. Ik ging er toen nog wel in. Maar ook toen ik erin kwam, konden we ook niet meer scoren ofzo. Dus het bleef bij een 1-1 gelijkspel. We zijn nog steeds bovenaan. Dus 7 punten uit 3 wedstrijden. Juventus tweede met 4 punten uit 3 wedstrijden. Dus het gaat wel lekker. En vandaag moeten we weer gewoon opnieuw 3 punten gaan pakken. Ik heb de opstelling alweer klaargedaan. Dus dit eigenlijk gewoon mijn favoriete basiself met de vaste basisspelers. Na deze wedstrijd hebben we een andere wedstrijd tegen iets van Huesca ofzo. Een club die ergens onderaan zit. Dus we hoeven niet echt spelers te laten rusten. Bij dit team gaan we dan de wedstrijd in tegen Molde. En ja, we gaan deze wedstrijd wel even spelen. En zelf komen ineens op 0-2 voorsprong, 0-3 voorsprong. Dan kan ik de rest gewoon lekker gaan simuleren. Oké, okay, hier zijn we dan uit bij Molde. Hier zien we dan Messi. Wie zien we nog meer? Ik zie daar Lenglet, als het goed is. Maar ja, in ieder geval, we spelen dus uit bij Molde in hun stadion. Ik weet niet of hun stadion er ook echt in zit. Volgens mij niet. Volgens mij spelen we gewoon in een standaard FIFA stadion. Maar ja, we moeten dus gewoon winnen. Tijdens de strijd hadden wij 1-1 gelijk gespeeld. Echt tegen de verwachtingen in natuurlijk. En dan moeten we nu wel gewoon gaan winnen. En zoals ik net ook al zei, stel we komen op 0-3 voorsprong. Dan kan ik de rest gewoon gaan simuleren. Komt natuurlijk ook dat we snel die voorsprong kunnen gaan pakken, want dan kunnen we gewoon heel snel laten zien dat wij de betere ploeg zijn en dan kunnen we ook heel snel gewoon een grote voorsprong pakken. We veroveren wel lekker die bal, dus we gaan ons best doen en hopelijk ja, gaan we gewoon weer lekker winnen en dat verwacht ik eigenlijk ook gewoon wel. Hier zijn we er al gelijk, paas van Kevin de Bruyne naar Memphis Depay en we staan 1-0 voor. 2 minuten gespeeld en hun hebben er geen eens bal gehad. Gewoon onze eerste aanval. Echt heel erg lekker, jongens. Gelijk 0-1 voor tegen Molde. Molde is ook helemaal niet goed. Dus het is niet super gek of zo. De paai loopt heel erg lekker erdoorheen. En dat is ook een hele lekkere paas van Kevin de Bruyne. We gaan in de herhaling zien. Dus een paas. Nou, ik denk van Pjanic naar de Bruyne. De Bruyne geeft het heel erg lekker mee. Aan Memphis de paai. Die net zo door die twee verdedigers heen. Schiet hem er dan in. En dan staan we nu dus alweer 1-0 voor in de tweede minuut. Hele lekkere paas naar Messi. En kan Messi nu scoren? Hij is 1-1 met het doel. Maar dit moet wel gewoon het doelpunt worden. Schieten. En die zit er ook in. Lekker jongens. We staan nu al 2-0 voor in de 23e minuut. We gaan echt super lekker. En dit is ook weer echt een hele mooie assist van Kevin de Bruyne. Met dus een tweede assist van de wedstrijd. Memphis Depay met het eerste doelpunt. En dan Messi met het tweede. En we gaan nog heel eventjes door. Want ik denk dat we de 3-0 er ook wel binnenkort in kunnen schieten. En als we dan die 3-0 hebben. Dan ga ik gewoon de rest van de wedstrijd simuleren. Maar dit is echt een hele lekkere bal naar Messi. Messi zit er ook echt heel erg lekker in. En ja, staan we nu weer lekker. Lekker 2-0 voor. Hele lekkere passie van de Bruyne naar Memphis Depay. Memphis Depay is nu 1-1 met het doel. Maar kan hij zijn tweede scoren? Dat denk ik wel. En dat kan hij natuurlijk. Lekker jongens. 3-0 in de eerste helft. We gaan echt super lekker. Tweede doelpunt alweer voor Memphis Depay. En wat gaat hij lekker jongens. Hij kan er ook nog even zo'n hat-trick in gaan scoren hoor, jongens. Want we hebben nog een hele tweede helft. En hij heeft er nu al 2 gescoord. Hij heeft er nog maar 1 te scoren. Dus op zich zou het wel kunnen gaan lukken. Kan het wel gebeuren. Maar we gaan dus wel de rest simuleren. Want ja, 3-0 voor. Ja, we hoeven niet echt heel veel meer te doen. Want de overwinning is gewoon binnen. Dus we gaan de rest van de wedstrijd simuleren. En mocht er nog wat gebeuren, dan zien we dat wel.
Oké, jongens, de 4-0 ligt er ook. En Kevin De Bruyne met een doelpunt. Dus ja, het gaat hartstikke lekker. Oké, we zitten nu in de 90ste minuut. Er komt nog 1 minuutje bij. We staan 0-4 voor. En er is afgevloten. Nou, jongens, we winnen met 0-4 tegen Monden. Echt heel erg lekker. Memphis Depay dus met 2 doelpunten. Messi met een doelpunt. En Kevin De Bruyne. Dus heel erg lekker. We pakken weer lekker 3 punten in de Champions League. En we gaan best wel lekker. We hebben nog 2 wedstrijden te gaan. Eentje tegen Dynamo Kiev. En eentje tegen Juventus. Tegen Dynamo Kiev winnen we ook wel 100%. Eigenlijk, ja, 99% zeker dat we gaan winnen. En tegen Juventus kan het denk ik ook wel lukken. We krijgen in een bericht dat de ontwikkeling van Frenkie de Jong voltooid is. Dus dan gaan we even snel heen naar een save. Dat gaan we dat even doen. En dan blijft hij 86 rating. Oké, hij blijft 86 rating. Maar dit kunnen we dan nu wel aanpassen bij de ontwikkeling. Voor wat zullen we gaan? Dan gaat zijn fysiek een beetje. Zijn verdedigen, zijn dribbelen en pasen. Ankerspellen zouden we kunnen doen. Dan gaat zijn pace ook weer een beetje omhoog. En wat kunnen we nog meer? Balverdover in het middenveld en verdedigen in het middenveld. Dan ga ik denk ik voor de ankerspeler. Dan gaat zijn korte pas ook nog een beetje omhoog. En dat pasen ga ik dan later misschien nog even meer doen. Of zal ik dat nu even doen? Ik kan ook anders voor deze gaan diepe spelmaker. En dan kan ik hem later gewoon veranderen naar een ankerspeler. Want dan gaat zijn pasen en zijn dribbelen ook nog een beetje omhoog. Dus voor nu gaan we even dit doen. Ja, ik denk dat ik... ik ga niet nog meer wedstrijden doen in deze aflevering. Ik heb geen idee hoe lang deze aflevering gaat duren nadat ik het heb geëdit. Want we hebben zoveel gesimuleerd. En die simulatie is natuurlijk ook heel anders. Verder, in de volgende aflevering hebben we dus weer de wedstrijden natuurlijk. We hebben wedstrijden in de La Liga tegen Huesca. Tegen Real Betis en Atletico Madrid. Dus Atletico Madrid wordt wel een lastige wedstrijd. Verder dan ook een wedstrijd tegen Dynamo Kiev in de Champions League en de maand daarop. Gaan we misschien ook wel aan toekomen. Misschien kan dan na de... Dat zie ik dan wel. In ieder geval, we gaan best wel lekker. We hebben best wel weer wat punten gepakt. Volgens mij alleen maar punten. Heel veel snel kijken. 4-0 gewonnen. 1-0 gewonnen. 3-0 gewonnen. 3-1 gewonnen. 1-1 gelijk. Ja, dus tegen Mol alleen nog gelijk gespeeld. En Elsje hadden volgens mij in de vorige aflevering gedaan. Dus in ieder geval, we hebben alleen gelijk tegen Modden, maar voor de rest alleen maar gewonnen. Dus heel erg lekker. We gaan eigenlijk lekker, we zijn goed teruggekomen. We begonnen natuurlijk heel erg slecht aan het seizoen. Maar nu zijn we inmiddels alweer derde met 25 punten. Dus het gaat best wel lekker. Ik hoop natuurlijk dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet niet te liken en te abonneren. En zet ook even dat belletje aan, want dan krijg je een melding wanneer ik een nieuwe video upload of wanneer ik live ga. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.